Sometimes I feel like I'm in prison. Het is een soort nieuwe wereld. Overal waar je kijkt zie je grote luxe hotels, 5-sterrenbeelden. Er zit ook een andere wereld achter. De mensen die hier werken krijgen hooguit een paar honderd dollar betaald. Each time I get my salary, I'm thankful to heavens because I never know, not just when, but whether I will be paid again. Het is misschien wel een soort nieuwe wereld met ook een nieuwe vorm van slavernij. Doordat we hier aan meedoen met bijvoorbeeld een WK voetbal, zijn we daar misschien wel medeplichtig.